We doen met Joost sla. Met Joost sla. Oké. Okay. Het is begonnen. Waar gaan we heen? Ik ga denk ik even beginnen met een boom hakken. Laten we dat eens even doen. Laten we hier even rustig naar beneden gaan en we gaan een boom hakken. Dit is trouwens mijn skin, guys. Look at this. Laten we deze boom gewoon meteen meenemen. Oké, okay, wat we gaan doen is we gaan even wat stone fixen en iron tools. En een bed. We hebben een bed nodig. Dat is eigenlijk wat we eerst nodig hebben. Ja, het is een andere minimap, want ik wil eigenlijk de eerste zijn die iemand killt op de server. Dat zou ik leuk vinden. Zouden zij dat ook leuk vinden? Of niet? Gaan ze aan janken, denk je. Het is wel cool op zich. Oh, wacht, hier. Ik heb hier al steen. Of we gaan de allereerste zijn die diamonds vinden. Voel ik ook wel op zich. Kijk, wij zijn voorbereid als een malle, jongen. Dit is insane. Hoppa, stone tools. Deze bewaren we. Nemen we die mee? We moeten nu even wat iron zoeken. Hier, kijk. Het is wel nice dat we dit hebben gevonden. Zijn we de eerste, though? Jazeker. Look at this. Free broek. Curse of vanishing. Vind ik helemaal prima. Oeh, schapen. Kijk, dit hadden we nodig volgens de tutorial. Drie schaap. Drie sheep. Kijk. Perfect. Bam. Hoppa. Bedje. Easy. Ik denk dat we gewoon eventjes deze berg kapen. En dat we hier gewoon naar binnen gaan om wat shit te minen. We gaan hier even naar binnen. En dan maken we hier even torches van. Zet ik even mijn bed hier neer, denk ik. Hier kunnen we zo meteen terug gaan. We hebben eten. Ik bak dit heel even op. Dan fixen we eventjes gewoon wat, ja. Zullen we onze bed hier neerzetten? Het is misschien wel even handig. Als we doodgaan, I mean. Eigenlijk is het ook wel handig om te zoeken naar een village. Oh, wie is dit? Mag ik jou killen? Nee. Mag ik jou killen? Gewoon een first kill? Nee. Gewoon even leuk. Nee. Gewoon leuk. Nee. Kom dan, kom. Nee. Kom, ik wil iemand doodmaken. Nee, maar niet ik mij. Ik wil iemand doodmaken. Ik ben een shinobi. Ik wil iemand doodmaken. Je gaat me niet killen. Een ninja. Oh shit. Dan moet je niet omdraaien. Shit. Oh nee, dat schijnt. Hop. Pak jij nog wel, joh. Yo, een slime! Gaan we first slime! First slime! Ik ging met mijn boot. Oh, als we slimeballs krijgen, dat is wel huge. Yo! We hebben slimeballs! We hebben slimeballs! Let's go, dude. Ik moet eigenlijk wel eventjes deze saplings meenemen. Want anders kom ik hier niet terug. En dan... Oh, het wordt alweer licht. Dat is nice. Hakken we even een paar bomen om, want we hebben ook bomen nodig. Want we hebben sticks nodig. Om te gaan traden voor emeralds. Ik ga wel weer allemaal vette dingen bouwen deze keer. Ik heb weer allemaal vette dingen in mijn hoofd. Ik zat er nog niet helemaal lekker in of zo. Maar ik heb wel al coole dingen in mijn hoofd die ik wil gaan maken. Waar willen we eigenlijk helemaal heen? Eigenlijk hadden we dit een beetje moeten exploren. Want we gaan nu eigenlijk best wel een kutkant op. Maar we gaan eerst eventjes ons eigen plan doen. Want ik wil heel graag eventjes die pickaxe fixen. Want als je die pickaxe hebt, dat is zo OP, ouwe. Dat is echt ziek. Ja, ik wil een soort citadel bouwen. Ik heb sowieso... Waar ik mee eindigde in de vorige SMP... wilde ik heel graag in deze wel doorzetten. Ik wilde alle kennis, zeg maar, verzamelen. Dus ik wil alle boeken en achievements en zo. Dat stond eerst op mijn zolder. Ik wil zo'n achievement gallery maken... maar dan echt een mooie plek ervoor, zeg maar. Gewoon een coole achievement gallery wil ik maken, eigenlijk. Ik weet dat er een village was bij spawn... maar ik wil niet bij spawn chillen, man. Ik wil even iets verder weg zitten. Oh! Village baby, this is mine. Let's go. Eerst even deze koele killen. Is even iets belangrijker. We moeten ook heel even zorgen dat we... de shit die we nu hebben. Die stone tools en zo. Die wil ik niet kapot maken. Dat wil ik allemaal bewaren. Let's go. Village. Denk ik... Ik gooi even mijn huisje hier neer, denk ik. Hey, er zijn hier echt mega veel villagers. Echt insane. Even kijken. Ja, die bel en zo, die ga ik niet pakken. Dat boeit echt helemaal niemand. We kunnen deze guy hier wel farmen. Ik denk dat ik heel eventjes dit mijn huisje maak. Zet ik gewoon heel even gewoon mijn shit hier neer. Gewoon even al dit hierin. Moeten we wel even een bordje maken. Maar dat, nou, we hoeven in principe niet snel te doen. Het is survival, dude. Het is een survival. We zitten te stressen om saus. Ja, de end is geen focus voor mij echt. Ja. Ook gewoon omdat ik vind de endcontent niet interessant. Eigenlijk het enige wat ik zou willen hebben is shulkers. Dat is eigenlijk alles wat ik interessant vind. Voor de rest maakt het me niet zoveel uit. Nou, gelukkig hebben we ons bed mee. Willen we... gaan we nou serieus eerder gold... Ah, iron. Top.
Hoeveel iron hebben we nodig voor een full setje? Weet iemand dat uit zijn hoofd? 24. Zie je? Echt fucking hell. Waarom weet iedereen dit? Wat nu ook top is, er spant niks meer in de buurt van... zeg maar, als er licht is, spant er gewoon niks meer. Nou, eigenlijk is dit allemaal meenemen wel chill. Maar ik moet eigenlijk even mijn een iron pickaxe maken. Dat is eigenlijk wat ik moet doen. Ik heb sowieso een spider spawner gevonden hier. Maar ik moet nog een spawner vinden. Maar ik denk niet dat dit echt een chille spawner is om te trappen, toch, chat? Volgens mij is dat echt kut. Ja, die cave spiders die zijn net iets kleiner dan normale spiders. Dus ik had wel gezien, daar moet je echt een hele specifieke contraptie voor bouwen. En dat is echt kut. Kunnen we hier even doorheen bouwen of zo? Dat we naar de andere kant komen. Oh, daar komen we wel in een diepe cave. Willen we daar helemaal in of gaan we eerst naar boven? We hebben wel genoeg. Ik denk dat ik gewoon even naar de surface ga. Ah! What the fuck? What the fuck? Ah! Ah! What the fuck? Blaas op, bro! Doe! Ah, zijn we bijna. Ah, we zijn er. Wat een mooie dag om te leven. Mensen zijn daadwerkelijk gaan slapen. What the fuck? In wat voor wereld leven we? Dan moeten we wel even een flashing table maken. Of we moeten even een flashing table zoeken. Volgens mij zijn al die arbeiders hier, die hebben geen werk. Yo! Chat, roze schaap! Kom hier, schaap. Dit is het. Dit is het moment waar je op hebt gewacht. En ik ga hem opbaren. Ik ga zijn roze wol neerzetten hier als opbaring, chat. Als opbaring. Als ik het roze schaap niet mag hebben, dan mag niemand het roze schaap hebben. Let's go. We killed pink sheep. Een pickaxe. Een axe. Een zwaard. Een shovel. Zo. Kijk wat lekker dit, joh. Zo. Ga uit mijn dorp. Ga uit mijn dorp! Ga uit mijn dorp! Uit mijn dorp! Wegwezen! Wegwezen! Uit mijn dorp! Uit mijn dorp! Wegwezen! Oké. Ja, ik ben al weg. Op donderen. Zag je hem al loeren hier? Hij ging hier gewoon loeren bij mijn villager, hè? Op donderen. Afgehandeld. Wegwezen. We have to defend our village at all times. Zet een hek om mijn dorp. Nee. We verdedigen het met onze kale handen, ja. First gold pants. Eerste gold pants. Stoppen we er ook in. Ah, top. Kijk, meteen wat we willen. Nog eentje. Wat heb jij? Ook sticks. Dit is helemaal top. Je moet wel even heel veel bomen hakken. Kijk, wij zijn emeralds aan het fixen, chat. Dit is bizar. Hoppa. 40 emeralds. Dit ziet eruit alsof er veel loot is. Ja, wegwezen! Er is inderdaad veel loot. Ga weg, jongen. Hey, wat wil je doen? Wat wil je doen? Wat wil je doen? Wat wil je doen? Weg! Ga nou weg, Nee, niet dood! Niet doodmaken! Jezus, lul! Lul, ik ben bijna dood! Ja, dat maakt niet uit. Een heel leger! Een heel leger, ga weg! Jezus, jongens! Jongens, hey, hallo, we worden aangevallen. Ik heb een hele vervelende mededeling, maar ik woon hier, sorry. Willen jullie wat hebben? Mag ik even dan speciaal een Big Mac? Mijn hartje is terug. Wat had je oorlog? Jullie mogen allemaal één brood. Dit is wel weer echt een monopoliepositie. Als je deze weg volgt, Kenzie, dan mag je daar staat daar een hele grote hoop, volgens mij, met haybills. Die mogen jullie wel meenemen, voor de rest is er niks meer. Oké, hey. Oké, doei, stukje juich. Doei. Jij ook, joe. Yo. Silk. Nou, hebben we één keer silk. Dan gaan we eventjes naar een andere villager met de lectern. Hallo? Wie is hier? Ja, dit is mijn... Ingmar? Ja, ik ben hier bezig met vieze dingen. Zou je alsjeblieft niet willen spieken, alsjeblieft. Oh. Dankjewel. Ik wil gewoon dat je even doorloopt. Ik loop weer heel snel weg. Ja. Ik loop wel even mee. Ben je er eenmaal alleen? Misschien. Silk zit er Touch. Nou... Ja, ga even weg bij mijn Silk Touch. Moet er wegwezen. Oké, wow. Ik wil niet dat jullie hier komen potten kijken. Wie weet wat ik aan het doen ben. Zit er gewoon... Ben je gewoon hier aan het inbreken? Auw! Even binnenkijken. Oké, kijk alsjeblieft. Hé, mag ik een geheim met jullie delen? Nou. Ik heb één droom. Willen jullie mij daarbij helpen? Wat voor droom heb jij? Ik wil iemand doodmaken.
En dat is... Oké. Oh, iemand, willen jullie mij daarmee bij helpen? Eigenlijk niet. Niet? Hoezo niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Gewoon één iemand. Maar ik kan je er wel bij helpen, trouwens. Ik kan je erbij helpen. Gewoon één iemand. Ja, in het noorden was er iemand. In het noorden was iemand. In het noorden. Hij slaat terug. Dat was wel de disrespect. Mensen gaan mij echt haten. Mensen hebben nu al een eco aan mij. Een breaking. Nice. Let's go. Die wil ik. Deze is fucking rare, dude. Deze is echt rare as shit. Ik heb hier twee van nodig. Oké, nu gaan we deze gewoon de hele tijd rollen totdat we misschien efficiency hebben. Nou, ik moet eigenlijk gewoon fortune hebben. Als ik fortune heb, dan kan ik 3 diamonds gaan zoeken namelijk. Mending voor 13. Het is wel cheap op zich. Mending voor 13. Ik kan er even gewoon 2 doen. Zal ik er gewoon 2 kopen voor 13? Hoppa. Oké, we hebben weer een nieuwe. Let's go! Let's go! Let's go! Wel 41. Fuck. Dat is echt fucking duur. Dat is fucking duur. Dat is wel kut. Efficiency 5. Let's go! Oké. Dan moeten we nog 1 efficiency 5. En dan als laatste moeten we de ding. Ja, de ding, jongens. Snap jullie hem? De ding. Ja, nu nog de XP en de diamonds. Oké, 1 pickaxe kunnen we maken. Deze is klaar. Dus, de vraag is, wat doen we nu? Gaan we die pickaxe even 3 diamonds zoeken en die pickaxe maken? What the fuck gebeurt er? Nee, de golem zit vast in een boom! Kutboom! Niet de golemboom! Golem, nee! Gast! Ga gewoon uit de... Bro, ik deed niks! Bro, ik hielp je! Jongens, de golem moet gaan. Hij wil mij doodmaken, ik zweer het je. Sorry, jongens. Bro, hij wilde mij dood hebben, ik zweer het je. Zullen we hier naar beneden? Oh, we zijn de torches vergeten. Dat is wel... Het is wel fijn dat jullie me daarmee hebben geholpen, weet je wel. Ontplof. Oh shit, ik heb een fucking music disc. Let's go, dude. Easy. Is het waard om hier gewoon naar beneden te graven, chat? Of moet ik echt, zeg maar, een cave induiken en die moet helemaal naar beneden gaan? Wat is hier de tactiek nu van? Ik zie ook dat hier heel veel shit is. Ik kan gewoon even deze kant op minen. Let's go, chat! Chat, let's go! Is het echt ook maar 1 diamond? Oh, yes. Oh, let's go, 3! Het zijn er minimaal 3 diamonds, baby. Oeh! Kom op, nog 1! Yes! Yes! We hebben er 6! We hebben er 6! Wat lucky dit! Let's go! Let's go, and we're out, baby. And we're out. Easiest game of my life. Dan gaan we, chat. Maak een diamond pickaxe. Let's go. Oké, die zetten we even daar neer. Dan gaan we de pickaxe brouwen, guys. 1, 2, 3, 4. Unbreaking. Oh nee, pickaxe. Unbreaking. 3. Efficiency. Silk touch. En mending. En dan noem ik hem Silk Touch. We hebben hem. Het was 26 levels hebben we nodig om hem te brouwen trouwens. En wat nu ook nice is, we kunnen naar de Nether toe om een Ender Chest te fixen. We kunnen het doen. Ik heb op dit moment inderdaad de beste pickaxe op de server. VC5, thank you very much. Zullen we hem killen, chat? Ik maak deze wel weer een keer opnieuw. Hij sprong er ook echt in. Oké, dan kunnen we deze namelijk meenemen. We kunnen nu die laatste villager rollen voor een fortune. Nou, daar gaan we. Let's go! Chat, let's go! We doen het. Ja, we doen het. We gaan het niet meer over hebben. Ik doe het. Het is een deal. Je hebt me. Staat er hoe vaak je een lectern weg hebt gehaald? Oh shit, je kan zien hoe vaak... Wacht even. Heb ik hem...
Ik heb het bijna 500 keer gemined. What the fuck? Ik heb hem vaker gemined dan Diorite. Oh shit. Was verschrikkelijk. Oké, what's up? Guys, je wil niet weten hoe graag ik deze guy wil killen. Oei, oei, oei. Als we genoeg hebben, ik weet niet hoe lang die nog leeft. Gewoon, we hebben er zoveel tijd in gestopt. Fortune 2, Fortune 3. Bam, we hebben hem, chat. We hebben onze pickaxe. Oh, ik moet nu alleen nog de levels worden ervoor. Oh, dat was echt fucking... Ik ga hem... Gast, hij gaat dood. Oh. Als jullie niet houden van morgen, klik dan heel snel weg. Ik ben helemaal klaar met deze guy. Meneer, het spijt me. We hebben zoveel tijd aan u gespendeerd, maar we zijn... Ben er klaar mee, gast. Ben er helemaal klaar mee. Bam. Dit was een sacrifice.